Zet je schrap, want hier komen alle rijtjes voor de IPMA-theorie-examens. Laten we beginnen met de contextuele competentiegroep. Het eerste competentie-element is strategie. Het 7S-framework van McKinsey bestaat uit shared, significante waarde, strategie, structuur, systemen, stijl, staf- en sleutelvaardigheden. Het bedrijfsmodel Canvas bestaat uit sleutelpartners, activiteiten, resources, waardepropositie, klantrelaties, kanalen en klantsegmenten. Bij een SWOT-analyse kijken we naar sterke en zwakke punten, naar kansen en bedreigingen. De Balanced Scorecard kijkt naar het perspectief van de afnemer, het financiële perspectief, interne processen en leren en groeien. Het EFQM-model gaat over leiderschap, management van medewerkers, strategie en beleid, mensen van management van middelen, management van processen, medewerkers, klanten, leveranciers, maatschappij, bestuur en financiers verbeteren en vernieuwen. Dan zet ik er nog even bij wat alleen voor IPMA B en C uh, is. Dan gaan we nu naar de volgende: besturing. Er zijn drie werkvormen: improviseren, routinematig en planmatig. De Project Excellence Baseline kent drie gebieden, namelijk mensen en doel, processen en resources en projectresultaten. De Organizational Competence Baseline kent zogenaamde organisatorische competentiegroepen, te weten besturing, management in lijn brengen, de mensen en middelen en individuele competenties. De bijbehorende volwassenheidsniveaus zijn initieel gedefinieerd, gestandardiseerd, beheerst en geoptimaliseerd. Pas op, er komt een hele mond vol over een minsberg. Een configuratie bestaat uit de strategische top, middenkader, uitvoerende kern, technostructuur en de ondersteunende diensten. Er zijn dan de volgende configuraties denkbaar: ondernemer, professioneel, machine, gediversifieerd, innovatief, zending en politiek. In elke organisatie zijn er vijf trekkrachten. Centraliseren, opsplitsen, professionaliseren, standaardiseren en samenwerken. Er zijn maar liefst zes coördinatiemechanismen. Onderlinge afstemming, direct toezicht, standaard werkprocessen, standaard vaardigheden, standaard output en waarden en normen. Ik zet nog even erbij wat alleen voor BNC is. Oké, okay, laten we nu het competentie-element naleving doen. De triple bottom line is People, Planet and Profit. De tien principes van het UN Global Impact zijn mensenrechten steunen, naleving zekerstellen, vrijheid van vereniging, geen dwangarbeid, geen kinderarbeid, discriminatie uitbannen, voorzichtig met het milieu, verantwoordelijkheid daarvoor bevorderen, milieuvriendelijke technologie ondersteunen en het tegengaan van corruptie. En deze laatste moet je alleen voor B en C weten. Cialdini heeft het over wederkerigheid, commitment en consistentie, sociaal bewijs, sympathie, ook wel aardigheid genoemd, autoriteit en schaarste. Principes hoe je mensen kunt beïnvloeden. Heb je wel eens van het pesl ezelbruggetje bruggetje gehoord? Dat staat voor politiek, economisch, sociologisch, technisch, legal en environmental. En deze moet je alleen weten voor BNC. We gaan naar het laatste element in de contextuele groep van competentieelementen. Dit is cultuur. Hofstede onderscheidt de volgende dimensies van nationale culturen: machtsafstand, individualisme versus collectiviteit, masculiniteit versus femininiteit, onzekerheidsvermijding, lange versus korte termijn gerichtheid en vrijheid versus plicht. Quinn onderscheidt in organisatieculturen de familiecultuur, de autocratie, de hiërarchische cultuur en de markt. En Schein zegt: wanneer je cultuur wil bestuderen, moet je kijken naar de artefacten, de beleden waarden en de onderliggende aannames. En deze hoef je alleen voor B en C te weten. Dit zijn de rijtjes die je moet weten voor de contextuele competentieelementen uit de IPMA-examens.